Aan het begin klonk Gods stem. Er zij licht en er was licht en het was goed. En nu vandaag, na het donker van Goede Vrijdag, stille zaterdag, is er weer nieuw licht, paaslicht van Gods aanwezigheid. En het is goed. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn trouw duurt in eeuwigheid en hij laat niet varen het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan luisteren naar orgelspel van het lied, een morgenlied, lied 216. Dit is een morgen als ooit de eerste. We gaan bidden, het gebed om de nood van de wereld. Laten we bidden. Eeuwige, wij hoorden bemoedigende en bevestigende woorden. U bent onze schepper. U bent er dus van het begin en wij vertrouwen dat u er ook bent aan het einde. Een leven lang trekt u met ons mee. Door dalen van ziekte, verdriet en dood, maar ook op de toppen van ons leven. Bij de geboorte van een kind, wanneer een verjaardag gevierd wordt, of als mensen elkaar trouw beloven. Steeds bent u erbij. Maar soms twijfelen we aan uw eeuwigheid, aan uw durende aanwezigheid, omdat het verdriet zo groot is, dat het ons zicht belemmert. En soms ook is onze schuld te groot en durven we u niet of nauwelijks meer onder ogen te komen. En ook dan raakt u uit beeld. Eeuwige, houd ons dan vast. Wij vragen u om uw voelbare aanwezigheid voor heel de wereld die zucht onder de gevolgen van het coronavirus. Maar ook voor mensen die moesten vluchten omdat hun leven gevaar liep. Voor mensen in de marge van de samenleving. Voor mensen die deze dagen, deze weken zorg verlenen
en misschien al meerdere keren hebben moeten meemaken dat mensen onder hun handen overleden. God, houd uw oog op hen gericht, dat de moed niet verloren gaat, maar er altijd zicht blijft op Pasen, feest van licht en hoop. Dat bidden wij u. Amen. We gaan luisteren naar lied 657. Dat is het lied: Zolang wij ademhalen, schept gij in ons de kracht. En dan het zinnetje: waartoe wij zijn bedacht. Zo heeft God ons bedoeld. Mirjam en Micha liggen in het grote bed. Ik denk dat ik de hele dag in bed blijf, grapt Mirjam. Micha zucht, ik sta nooit meer op. Waarom zouden ze ook? Er is toch niks meer aan. Jezus is er niet meer. Vorige week zat hij nog op een ezel. Het werd groot feest. En nu is hij dood. Het is niet te geloven. Ze zeggen een tijdje niks. Maar ja, daar is ook niks aan. Altijd maakte hij mij blij, zegt Mirjam ineens. Laten we elkaar verhalen vertellen over Jezus. Misschien worden we dan vanzelf weer blij. Micha kruipt onder zijn dekbed. Ik wil niks zien en ik wil niks horen, zegt hij. Daar wordt hij alleen maar verdrietiger van. Ik wil geen verhalen meer over hem. Ik wil bij hem zijn, erbij. Micha, moet je horen, zei hij altijd. Dat wil ik horen. Zijn stem die mijn naam noemt. Dan horen ze een deur slaan. Iemand rent de trap op. Micha gooit van schrik zijn dekbed af. Wat doe je nou? Is er brand? Het is Maria. De deur vliegt open. Mirjam, Micha, moet je horen, roept ze. Ze kijkt zo blij. Ze straalt als een zon die net door het raam naar binnen piept. Mirjam, Micha, moet je horen, ze roept het nog een keer. Ik heb Jezus gezien vanmorgen. Het was nog maar net licht. Maar hij was het echt. Ik zag hem en toen zag hij mij. Hij, zij, Maria. En toen wist ik het. Zo kon alleen hij het maar zeggen. Leven, hè, Maria, leven, leef, net als ik, zei hij. Mirjam kijkt Micha aan. Tegelijk springen ze in de benen en maken een dansje op het bed. Niet omdat ze die gekke Maria direct geloven, maar omdat Jezus altijd een dansje met hem maakte. En als hij dan zei, leven hè Micha, leven hè,
Mirjam, leven. Als ze uitgedanst zijn, zegt Micha, ben ik toch nog opgestaan vandaag. Voor vandaag zijn er twee lezingen die op het rooster staan. We gaan lezen een stuk uit Exodus 14, de versen 9 tot en met 14. En daarna lees ik u een stuk uit Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. Nu eerst Exodus 14, vers 9 tot en met 14. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi-Hahiroth, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee tegenover Baal-Zephon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde het volk: wees niet bang, wacht rustig af, dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. En dan de tweede lezing, Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan,
maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. We luisteren nu naar orgelspel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en ook allen die vandaag met ons verbonden zijn, meekijken, meeluisteren. Het is al een aantal weken een vreemde en rare gewaarwording. Ook hier een lege kerk en dan nog wel met Pasen. Het voor velen belangrijkste feest van het christelijke kerk. De afgelopen dagen hebben we ook de vieringen van de paascyclus niet gevierd. Maar toch wil ik u even meenemen langs die verschillende dagen. Ze zijn hier verbeeld in een aantal beelden. Allereerst witte donderdag. Brood en wijn. Brood en druiven. Symbolisch voor lichaam en bloed. En wat er gebeurde op Witte Donderdag was dat Jezus met zijn volgelingen, zijn discipelen, brood brak, wijn dronk. Daarmee het leven deelde, het leven vierde. Want brood is een eerste levensbehoefte en wijn, feest. Ook dat mag, ja, moet gedeeld worden. En dan Goede Vrijdag. Het kruis, kaal en leeg, zoals dat eigenlijk staat voor Goede Vrijdag. Pijn, verdriet, gemis vanwege de kruisiging van Jezus. En voordat hij gekruisigd werd, kreeg het volk nog de keuze, Jezus of Barabbas. En het volk schreeuwde, kruisig hem, kruisig hem. En ze wezen naar Jezus. En ik dacht, waar zou ik hebben gestaan? Zou ik ook geroepen hebben, kruisig hem, kruisig hem?
En dan gaan we naar Stille Zaterdag. Een beeld van verstilling. Wat we zien is misschien hier wat minder zichtbaar een aantal grote keien. Stille Zaterdag is een dag om te bezinnen. Het verdriet om de dood van Jezus in je poriën op te nemen. Maar tegelijkertijd komt daarmee ook vaak eigen verdriet boven. De grote stenen staan symbool voor groot verdriet. Maar gaandeweg het leven verandert het verdriet in vele gevallen. Komt het aan de binnenkant te zitten. Tranen worden minder zichtbaar. Verdriet verandert van kleur, van vorm. Maar het is er. Altijd. En dan tenslotte de paaskaas. Pasen. Nieuw leven. Bollen die nog moeten bloeien. Plantjes die al wel in bloei staan. Een ei, ook teken van nieuw leven. Dat is wat we met Pasen vieren. Nieuw leven. Opstanding. Groei. Woorden die hoopvol en bemoedigend mogen klinken. Met name deze dag, eerste Paasdag. Het is even een beetje gekunsteld met de draad, ziet u. Maar beter niet te struikelen en dan komt het goed. Pasen dus, feest van opstanding, van nieuw leven. Kracht die van Pasen uitgaat, maakt dat mensen in hun pijn en hun verdriet, wat hen in het leven kan overkomen, toch ook altijd hoop mogen koesteren. En dat staat hier verbeeld in vier beelden. We lazen vanmorgen een gedeelte uit het verhaal van Exodus. Een volk verdrukt, onderdrukt, trekt weg uit het land van slavernij, Egypte. Ze mogen bevrijd gaan leven. Een hele verandering. Maar verandering is niet of niet alleen het inslaan van een weg naar vreugde en hoop. Nee, verandering vanwege uittocht kan gepaard gaan met gemor en angst. Het volk zegt in de tekst zelfs: waren er geen graven in Egypte? En daarmee zeggen ze: waarom moesten wij hier de woestijn intrekken om hier om het leven te komen? Het is een schreeuw eigenlijk uit doodsangst, omdat ze de ruiters van de farao op zich af zien komen. Ze kunnen door hun doodsangst niet meer zien, het zicht op God is vertroebeld. En zo is het ook bij Maria in de lezing van Johannes. Door haar tranen heen ziet ze niet haar rabboni, haar meester. Hoop en toekomst lijken uit beeld te zijn. En dan hoort ze de stem van Jezus. Maria. En zo hoorden de mensen, het volk, in het verhaal van Exodus ook de stem van Mozes. Hij spreekt hen aan. Verlies de moed niet. Wees niet bang. God zal voor jullie de overwinning behalen. En Jezus doet wat Mozes deed. Hij spreekt Maria aan met haar eigen naam. Wordt u wel eens met uw eigen naam aangesproken? Vast wel. Bijvoorbeeld als de telefoon gaat en aan de andere kant iemand nog even vraagt: spreek ik met mevrouw? Of spreek ik met meneer? Ze willen nog even weten of ze de juiste persoon te pakken hebben. Maar Jezus zegt hier niet: spreek ik met Maria?
Nee, Jezus zegt alleen maar Maria. En met het uitspreken van haar naam is het ook voor Maria duidelijk. Jezus spreekt haar aan. En dan krijgt ze moed en hoop. Een lenteteken. Door de dood heen kent Jezus haar naam. En ik moest hierbij denken aan Psalm 139. Die begint met woorden die velen voor u bekend zijn. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. Woorden die we als opstandingswoorden mogen lezen. En in een tijd van ziekte, van verdriet vanwege het coronavirus, maar ook in een tijd van verdriet en ziekte die losstaat van het coronavirus, klinken er dus woorden van hoop. Maria wordt aangesproken bij haar naam. En daarmee worden wij ook aangesproken bij onze naam. We mogen geloven dat God ons kent. Pasen plaatst ons leven in het teken van vertrouwen en moed. Van moed houden. Ik zou het bijna met de woorden van minister-president Rutte willen zeggen. Houd vol. In bange tijden, in tijden van verandering, in tijd van onzekerheid en in tijden van afscheid nemen, mag het als een paal boven water staan. God kent je bij name. En daarmee is Pasen dus feest van hoop. Sterk en krachtig. Ja, sterker en krachtiger dan de dood. Dat zijn mooie woorden. Maar kan ik dat ook ergens zien? Ergens ervaren? Ik hoor dat mensen opeens vogels horen fluiten, horen zingen. Ik hoor en zie dat mensen opeens elk nieuw knopje of blaadje in hun tuin zien ontbotten. Ze zien zon door de raam. Ze drinken thee samen met de buren, weliswaar op afstand. Een berichtje naar vrienden en familie op afstand horen hoe het met hen gaat. Een appje van de kleinkinderen. En om ons heen proeven we op vele manieren solidariteit. Mensen openen hun hart voor oudere mensen. Ze verzinnen veilige activiteiten om de moed erin te houden. Zo slaan mensen aan het naaien van mondmaskertjes. Velen gaan helpen waar nood is, ook al lopen ze daarbij zelf gevaar. Dat zijn hoopvolle en bemoedigende tekenen, zichtbaar voor iedereen. En vorige week bij Palm Pasen sprak ik over de intocht. Er waren in Jeruzalem mensen die Jezus jubelend begeleiden, voor hem uittrokken, achter hem aan, zwaaiend met takken van de bomen. Zij voelden zich toen al bevrijd. Maar er waren, zei ik, ook mensen die wellicht vragend en smekend Hosanna, bevrijd toch, riepen. En zelfs mensen die niet van Jezus wisten en de vraag stelden, wie is die man? Het antwoord is met Pasen gegeven. Er klinkt een duidelijk en hard ja. Ja voor hen die jubelden, ja voor hen die vragen en smeken, ja voor hen die ontwetend zijn, ontwetend waren. Ja, God geeft een duidelijk antwoord. Opstanding wordt zichtbaar in en door lentetekenen. Opstanding wordt zichtbaar in brood en wijn. Opstanding wordt zichtbaar in solidariteit tussen mensen. Ja, dan is er sprake van bevrijding. Kun je vrij leven onder Gods zon. Pasen, feest van hoop. Feest door het leven, door de dood heen. Feest van bevrijding. Voor alle tijden. Zeker ook voor nu. Amen. Na deze overdenking gaan we luisteren naar een muziekstuk. U zij de glorie.
We gaan danken, we doen voorbeden en aan het eind is er ook weer een moment van stil gebed. Laten we bidden. God, een week van thuisblijven ligt achter ons en een nieuwe week ligt voor ons. Langzaamaan begint het te wennen. Of nee, wennen doet het niet, maar raken we langzaamaan bekend met een nieuw ritme in ons leven. Een ritme dat bepaald wordt door het verschrikkelijke virus dat onzichtbaar, maar levensbedreigend is. En ondanks de moeite die er is om zo te moeten leven, willen we niet vergeten om onze dank uit te spreken. Licht van Pasen werd vandaag symbolisch de kerk binnengedragen en daarmee kwam u zelf in ons leven. God, dank u wel dat u licht bracht en licht brengt. En ook dank u wel dat we daardoor lucht, Gods adem, mogen inademen en uitademen. Dat we zo met uw levensadem om elkaar heen staan en ook om elkaar heen blijven staan. God, we danken voor allen die dat op welke creatieve manier dan ook doen en zo de liefde en zorg voor elkaar zichtbaar maken. We danken ook dat we leven in een land waar de klappen die er vallen goed opgevangen kunnen worden. We danken voor de stabiliteit van ons land en van hen die ons land leiden, ook nu het leidinggeven moeilijk is. En vanuit onze dank realiseren we ons dat er zoveel zijn die het minder hebben. En daarom willen we ook bidden. Bidden voor de vluchtelingen in vluchtelingenkampen. Zij zitten vast, vrezen om besmet te worden, ziek te worden zonder accurate zorg. Wij bidden voor de dak- en thuislozen, waarvan de overgrote meerderheid tegen hun wil op straat is komen te staan en daar nu hun leven leiden. Wij bidden voor hen die hun werk hebben verloren en voor hen die bang zijn om hun baan te verliezen door de economische crisis die de wereld nu treft. God, wij bidden voor mensen in onze eigen gemeenten. Wij bidden voor de familie van mevrouw Bolhuis, die afgelopen week is overleden en die komende woensdag zal worden begraven. Dat het licht van Pasen hen mag beschijnen en er vertrouwen mag zijn dat de dood niet het laatste woord heeft. Wij bidden ook voor Manny Fokkens en voor allen die om haar heen staan nu haar leven ten einde loopt. God, geef moed en kracht om deze zware weg te gaan. Een weg van verdriet en afscheid nemen, maar ook een weg waar soms een lach klinkt, een glimlach om de mond speelt en er ook dankbaarheid is voor alle goede momenten van het leven. Wij bidden voor gemeenteleden in rouw, zij die nu alleen door het leven gaan. God, dat uw paaslicht hen mag verlichten, kracht mag geven om op te staan en stapje voor uit te gaan. Nu maken we het stil in onszelf en leggen aan u voor wat ons bezighoudt. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Er zijn verschillende mededelingen. De afgelopen weken hebben we u gevraagd voor het collecten om geld apart te leggen. En die oproep herhaal ik graag. Dus ook voor deze week leg wat geld apart, zodat in een latere instantie, als we weer samen kerk kunnen zijn, geld ingezameld kan worden dat weer door de diaconie, door de kerk, op een goede manier besteed kan worden aan goede doelen. Ik noemde u net in het gebed de naam van mevrouw Bolhuis Klaus. Zij is afgelopen week overleden. Ze woonde aan de Hoofdstraat 150, kamer 30 te Hoge Zand. Zij is 93 jaar geworden.
Komende week zal de uitvaart of de afscheidsplechtigheid door dominee Bijl te Groningen worden gedaan en begeleid. Toen ik de overdenking schreef en daar Psalm 139 in noemde, wist ik niet dat ook deze prachtige psalm gelezen zal worden bij de uitvaart van mevrouw Bolhuis-Claus. En ter nagedachtenis aan haar lees ik u de drie eerste versen van deze psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U ziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u bekend. Het zijn woorden die spreken van een groot godsvertrouwen. Afgelopen week ontving u ook tulpen als groet van de gemeente. En naast de tulpen een paasgroet en een nieuwsbrief. Afgelopen week werd ik ook door meerdere mensen al gebeld om hartelijk te bedanken voor deze tulpen, paasgroet en nieuwsbrief. Komende week zal er in het Bokkenblad ook nog informatie komen te staan van nieuws wat niet op die nieuwsbrief kon. En ik geef u in ieder geval alvast mee vanuit de diaconie van de Woldkerken dat de inzamelingsactie die komende zaterdag stond gepland, 18 april, voor de voedselbank en voor de kledingbank Maxima niet doorgaan. En wellicht dat u het gehoord hebt via iemand in de gemeente of anderszins, maar de uitzending van deze dienst zal weer op de website van onze gemeente geplaatst worden. Maar daarnaast zal die ook uitgezonden gaan worden via Regio Nieuws TV. Iedere zondag om 11 uur en om 5 uur zal de uitzending dan herhaald worden. Als u klant bent bij Ziggo, dan moet u inschakelen op kanaal of zender 47. Bent u klant bij KPN, dan moet u inschakelen op kanaal 1464. En ook de komende diensten zullen, de zondagsdiensten zullen opgenomen worden. Maar we gaan dat vanaf volgende week doen in een groot clusterverband met onze buurgemeenten Siddeburen en Scharmer-Harkstede. En dat betekent dat de volgende uitzending zal zijn vanuit Helm, waar dominee Weesies uit Siddeburen dan zal voorgaan. En dan ten slotte. Er was dit jaar geen paasnacht of paaswaken voor de kinderen en voor de jeugd. Maar als je dit, weliswaar achteraf, mooi vindt en mee wilt beleven, dan kunt u naar de website gaan van de Nieuwe Kerk te Groningen. Want zij hebben wel die paaswaken gevierd, weliswaar ook aangepast en digitaal. Maar het staat bij hun op de website. En de website zal ook onder in beeld verschijnen. Dus voor kinderen, ouders van kinderen die dat mooi vinden, daar kun je in ieder geval nog terugkijken. We gaan naar de zegen toe, maar voordat we dat gaan doen, luisteren we eerst nog naar een lied, orgelspel van lied 978. God roept het jonge leven wakker en de tuin bloeit rond het open graf. En het is ook een oproep om met open ogen, open oren de wereld weer in te gaan.
En dan gaan we van hier met de zegen van God op eerste Paasdag. Dag van licht, van leven, van brood en wijn. Ik wil u vragen, net als de voorgaande keren, als het kan en lukt om op te staan. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, legt zijn glimlach op en over uw leven en geve u vrede.